Hallo allemaal, ik ben Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en ook al heel erg lang zwarte crosser. En dit is mijn crossverhoor. Als ik directrice zou zijn van de Zwarte Cross, dan zou ik heel erg hard ruzie gaan maken met Hendrik-Jan Loving, want ik wil de metalweide weer terug. Maar ik zou ook de Zwarte Cross 10 dagen maken. Ik denk dat we nu na 2 edities dat het niet door kon gaan, echt allemaal behoefte hebben aan een heel lang festival. Dus wat mij betreft 10 dagen Zwarte Cross volgend jaar. Oh, wat een rotvraag meteen. Dan zou ik ervoor kiezen om nooit meer in de politiek. Want voetbal is toch wel echt mijn uitlaatklep. Al sinds ik hier heel klein was en rondliep met een bal en me de ruiten eruit schoten. Op het deel. Dus ja, en ik blijf graag nog een tijdje lang voetballen. Dus dan wordt het helaas eind politieke carrière, vrees ik. Oké, mensen zeggen nooit meer op het voetbalveld denkt 27% en nooit meer in de politiek denkt 73%. Dus op zich hebben ze het goed geraden. Ik woon liever in Aalten. En dat heeft ermee te maken dat ik denk dat je heel erg moet uitkijken als je in Den Haag woont om je niet daar op te sluiten. Dat is ook de reden dat ik nog steeds in Gelderland woon, in Nijmegen. Heel dicht bij een van de parken in Nijmegen. Dus ik zou liever in Aalten wonen en elke dag op en neer gaan, zoals ik nou ook doe naar Nijmegen, dan in het torentje in Den Haag. Ik ben heel benieuwd. In het torentje zegt 13% en in Aalten zegt 87%. Dus volgens mij voldoe ik tot nu toe aan de verwachtingen van de kijkers. Oh, het lijkt me allebei eigenlijk wel leuk. Met Hugo de Jonge naar een metalfestival lijkt me ook mooi. Nee, ik zou liever met Mark Rutte naar de Zwarte Cross gaan. En dat heeft er ook mee te maken dat ik denk dat het heel erg goed is voor onze demissionair minister-president om wat meer te leren van het festivalleven in Nederland. Volgens mij, en dat merk ik wel in het huidige kabinet, hebben ze niet zo heel erg veel met cultuur en alles wat er omheen gaat. En het lijkt me echt geweldig om met Mark Rutte eens naar de Zwarte Cross te gaan. Te kamperen natuurlijk. En ik ben heel benieuwd hoe hij die 3 dagen doorkomt. Nou, jullie kijkers of mensen die hebben gereageerd. Daarvan zegt na de Zwarte Cross met Mark 86%. En wakker met Hugo is 14%. Ja, ik liep een paar jaar geleden met een collega Tweede Kamerlid. Ook vanuit we waren tot heel laat op het veld geweest. En we liepen terug naar de camping. En toen zaten we allebei nog maar net in de Tweede Kamer. Dus hij zei, oh, niemand herkent me hier toch. Dus we waren friet aan het eten enzovoort. En hij was voor de grap, had die ketchup op zijn hoofd gesmeerd. Totdat iemand zei, hey, jij bent toch die en die? Ja, dat was even zo'n momentje dat ik... Toen wilde ze met, het was een hem, op de foto. En toen heb ik nou net op tijd zeg maar ergens servetten vandaan kunnen krijgen. Om in ieder geval die ketchup van zijn hoofd te krijgen. Om midden in de nacht om 3 uur of misschien was het nog wel later op de foto te gaan. Dus het is allemaal goed afgelopen. Maar het laat wel zien dat we soms ook wel denken dat je niet herkend wordt. Maar nou, sommige oplettende bezoekers van de Zwarte Cross dan toch weten wie je bent. Oh, die is niet zo moeilijk. Grunten en mosje in de batenbar. Ik vind echt harde muziek fantastisch. Ik sta ook ook op de Zwarte Cross. Dan staan we ook eigenlijk vooral bij de bands die de wat hardere gitaren muziek maken. En ik vind de universiteit ook een heel mooi initiatief. Maar op een festival wil je natuurlijk ook vooral met vrienden naar goede muziek luisteren, biertjes drinken, het leuk hebben met elkaar. En het hele serieuze kan de rest van het jaar ook nog. Misschien nog wel leuk, mag ik 1 ding vertellen? Want het is misschien, we gaan elk jaar dus ook met een aantal Tweede Kamerleden naar de Zwarte Cross. Waar we dus plaatjes draaien. Dus dat doe ik met Peter Quint van de SP. Emiel Roemer is er een tijdje bij geweest. Esther Ouwehand. We hopen binnenkort op een nieuw lid van de Gitarencoalitie, dat is Daan de Neef. En we hebben dus ook het t-shirt dat ik aan heb, komt ook daar vandaan. We werden gevraagd om plaatjes te draaien. Maar ja, je wil niet in het programmaboekje staan als een paar willekeurige politici die harde muziek draaien op de Zwarte Cross. Dus wij zaten na te denken over een naam. En toen kwam een van mijn vrienden, Huub Bellemakers, die zei Gitarencoalitie. Dus vandaar dat wij nu al enkele jaren achter elkaar
in het programmaboekje staan met de gitarencoalitie. Ik ben benieuwd hoe jullie, hoe de mensen die reageren, mee inschatten. Oh, en daarvan zegt Universiteit 31% en de Batenbar zegt 69%. Ik snap het wel, want ik denk dat de meeste mensen die reageren, die gaan natuurlijk ook naar de Zwarte Cross om toch vooral met vrienden te zijn en naar muziek te luisteren. En tegelijkertijd vind ik dus de initiatieven zoals de universiteit en zoals de hele theaterweide en alles wat daar gebeurt ook fantastisch. Omdat je daarmee dus een heel divers publiek bedient. En soms heb je ook al even, als je oren piepen van al die muziek, dan wil je misschien ook al even gewoon naar een serieuze lezing of naar iets anders toe gaan. Nou, om heel eerlijk te zijn, Jesse is van de iets andere muziek dan ik ben. Dus ik denk dat een politieke partij beginnen met Tante Riki misschien wel meer succesvol is dan een festival organiseren met Jesse Klaver. Waarmee ik niks wil afdoen aan alles wat Jesse Klaver verder kan. Maar muziek en andere dingen die met festivals te maken hebben, daarbij liggen onze smaken toch wel heel erg uit elkaar. Riki voor president zegt 80% en Tante Jesse zegt 20%. Dus ik denk dat de mensen die reageerden ook niet zoveel op hebben met de muzieksmaak van Jesse. Oh, dan kies ik voor basisinkomen voor heel Nederland. Want we hebben gewoon in Nederland heel erg veel mensen die op dit moment moeite hebben om rond te komen. Heel erg veel mensen die heel erg graag wel aan het werk willen, maar geen baan kunnen krijgen. Gelukkig trekt de arbeidsmarkt weer aan. En ik denk dat het heel erg goed is. En ik vind dat iedereen in Nederland een basis verdient. En de huidige systeem van ingewikkelde uitkeringen enzovoort, daar zouden we eigenlijk vanaf moeten. En een basisinkomen zou ik heel interessant vinden om dat in heel Nederland van de grond te krijgen. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nee, subsidie zegt 67% en basisinkomen zegt 33%. Maar misschien, ik ben dus ook sinds kort, omdat GroenLinks flink wat zetels heeft verloren. Dus wij we zijn dus van 14 naar 8 gegaan. Dus dat betekent dat je als Kamerlid in één keer over veel meer onderwerpen het woord voert. Dus ik voer inmiddels ook het woord over preventie. Dus dat betekent dat ik ook mensen ga oproepen om minder alcohol te gaan drinken en veel meer alcoholvrije versnaperingen te nuttigen en veel gezonder te eten enzovoort. Dus misschien kom ik volgend jaar wel heel hard bij de Zwarte Cross organisatie zeuren over dat het allemaal veel gezonder moet en natuurlijk ook veel duurzamer. Oh, de Groene Festivalweiders. Ja, dit is niet zo heel... Ik heb het echt enorm gemist die afgelopen 2 jaar dat we niet meer naar festivals kunnen. En Den Haag is echt een hele fijne plek, vind ik, om te werken. Het is omdat je veel voor elkaar kunt krijgen als je je best doet. Maar het is ook wel een plek waar je soms ook even uit weg moet gaan. En dan is er niet zo gezond als de festivalweide in de Zwarte Cross. En daar begin ik eigenlijk ook elk jaar mijn zomer ongeveer mee. Zodra wij reces hebben, een weekje daarna begint, of het algemeen, als we geen corona hebben, dan begint de Zwarte Cross. En het is fantastisch om daar weer ook terug te zijn. Het plusje in de nacht zegt 7% en de Groene Festivalweide zegt 93%. Ja, lijkt me heel leuk. Vooral omdat, maar misschien niet de rest van mijn leven. Dus de komende paar jaar, als het straks weer de Zwarte Cross gaat beginnen en ik de volgende keer die 10 dagen Zwarte Cross mag organiseren, lijkt me dat fantastisch. Maar aan de andere kant is er ook nog wel heel erg veel werk te doen in Den Haag. En ben ik ook wel heel erg blij dat ik daar de komende jaren mijn werk als volksvertegenwoordiger mag doen. Nou, dank allemaal voor het kijken. Ik vond het leuk, hopelijk jullie ook. En als je dit interessant vond, abonneer je dan op het Zwarte Cross kanaal.